Welkom bij de uitleg van het evalueren van een cliëntplan in PCD 2.0. Als je wil gaan evalueren, dan ga je naar het cliëntdossier en dan ga je naar het tabblad LZ-plan. En dan zie je rechts de tegel evaluaties. Als je die hebt aangeklikt, dan klik je op OK. En krijg je een overzicht te zien van de evaluaties van de cliënt. Het is ten alle tijde mogelijk om een ondersteuningsplan te evalueren, ook als de doelen en begeleidingsafspraken nog niet in uitvoering staan. Het evaluatieoverzicht toont alle evaluaties die voor het cliëntplan zijn vastgelegd. Het is mogelijk om een nieuwe evaluatie te starten door de knop Nieuw en ook om een bestaande evaluatie te wijzigen. Klik bij het starten van een nieuwe evaluatie op de knop Nieuw. Op het tabblad Algemeen wordt aangetoond de evaluatieperiode, de start en de eind. En onder Type kan gekozen worden voor halfjaarlijks MDO, eindevaluatie, kwartaalevaluatie of maandevaluatie. De gele vakken zijn verplicht om in te vullen. Daaronder bij de volgende blauwe balk staat de bij de evaluatie betrokken aanwezigen. Hier kan aangevinkt worden wie daarbij zijn en er kunnen eventueel ook nog rollen toegevoegd worden. Vervolgens staat daaronder te evalueren onderdelen. Hier kiezen we voor de hoofddoelen om die te evalueren. Als alle onderdelen zijn aangevinkt, dan wordt ook het tabblad evaluatie actief. En als je daarop klikt, dan kan je hier de evaluatie verder uitwerken door op het hoofddoel dubbelklik. Hier staat het hoofddoel. En de status die is nu in uitvoering. Als het doel niet meer van toepassing is of die is behaald, dan kan hier ook het hoofddoel historisch gemaakt worden. Daaronder staat scoren. Bij het pijltje kan dan aangegeven worden of het doel volgens plan verloopt. Deel of niet of behaald. In het vak daaronder, onder evaluatie, kan je dan opschrijven hoe er aan het doel is gewerkt. Om de informatie te hebben die je daarvoor nodig hebt, kun je daaronder naar de rapportage die er eerder over dit doel is geschreven. Als je klaar bent, dan klik je op opslaan en sluiten. En zie je dat je rechts bij het blauwe pijltje de evaluatie kan omzetten naar een definitieve evaluatie. Je klikt op OK. En als je dan teruggaat naar het overzicht van de evaluaties, dan zie je in het overzicht de evaluatie terugkomen. Veel succes!